Breda Nu. Je weet het meteen. Een klimtijdrit in de nieuwe parkeergarage van het Amphia ziekenhuis in Breda. Voorzitter van de raad van bestuur van Amphia, Olof Soetorp, is trots op deze nieuwe parkeergarage. Gerard Smit, kampioen Rotterdam 1962. Ja, mooi, hè? Ja, dat is een mooie in de Spaanse polder in Rotterdam. 1962 dus, bij de junioren. Ja. De meeste moeten nog geboren worden of zijn net geboren. Maar met welk wasmiddel onderhoudt u hem? Hij is geborduurd op een shirt van de rouleurs. Dus, u was voorzitter van de rouleurs. 8 jaar ben ik voorzitter geweest, met veel plezier. Ja. Dus, Woonachtig in Ulvenhout, zo'n klimtijdrit, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Is dat zwaar? Ja, vooral door de interval. Dus het zijn 4 hellingen en je geeft in het begin te veel. En ze zijn zeker 10%, ze zijn wel kort. Maar doordat het interval is, ben je na de 3e, 4e helemaal uitgeblust. Dus ik verwacht hierboven nog wel een paar, helemaal door het lint. Dus we zullen het zien vanmorgen. Oké, meneer Soetorp, u zult wel trots zijn, hè, op deze parkeergarage. Ontzettend trots. En niet alleen ik, maar de hele Amphia-gemeenschap vindt dit een geweldige start van eigenlijk niet alleen de parkeergarage, maar ook ons hele nieuwbouwproject. Want het nieuwbouwproject gaat nu door. Ja. Wanneer zal dat gerealiseerd zijn, het nieuwe ziekenhuis? Nou, de eerste fase zal zijn rond 2019. Eind 2019, dan zal hier het nieuwe ziekenhuis gaan verrijzen. Ja. Naast de parkeergarage. Klimtijdrit, bent u zelf ook nog een liefhebber van het fietsen? Ik moet u zeggen, ik moest vorige week mijn banden oppompen. De fiets had minstens 1 jaar stilgestaan. Dus dat is niet mijn ding. Wie gaat er winnen? Ik zou het niet weten, maar er zijn vele mensen, ik geloof 175, die straks zullen rijden. En daar zullen hele goede bij zijn. En daar komt de burgemeester aan. Jawel hoor, Paul de Pla. Hij staat recht op de trappers. Hij moet natuurlijk ook even flink aanzetten om dat sprintje te maken. Om een goede tijd neer te zetten. Het is nog even scherp de bocht aannemen. Dat doet hij prachtig. Hij is een verfend fietser. Maar dit is een nieuwe ervaring voor hem. En hij komt uiteindelijk goed en wel over de finish. Burgemeester, eerste keer ervaring, nieuwe ervaring fietsen in een parkeergarage? Ja, het is voor mij de eerste keer dat ik op een race iets door een parkeergarage mag crossen. En het is een leuke ervaring. Van Einde uit hoe beviel het? Het is een bijzonder, want het is eigenlijk een soort intervaltraining. Want je gaat op de lange parcours wil je eigenlijk hard rechtdoor. Maar dan heb je eigenlijk een kort stijl klimmetje waar je echt allemaal in de rem moet. Dus het is voortdurend aanzetten, remmen, klimmen, aanzetten, remmen. En dat is gewoon heel erg leuk. Dat maakt het interval. Dus dan heb je het eind dat je nog wel redelijk wat gedaan hebt. Ja, 1 minuut 10. U wordt daar niet de winnaar mee, hè? Ik word er niet mee de winnaar, maar ik hoop ook dat alle wielrenners op een gegeven moment beseffen dat het meedoen vaak belangrijker is dan daadwerkelijk te winnen. Ik zie zoveel professionele wielrenners dat ik alleen maar blij ben met het feit dat ze me niet ingehaald hebben. U bent wel een liefhebber, u fietst regelmatig, hoe vaak? Ik fiets regelmatig, vooral in Zuid-Limburg, de heuvels heb ik heel veel gefietst toen ik daar nog woonde. Tegenwoordig is het de combinatie van hardlopen en wielrennen, maar altijd voor het plezier. Dus echt voor de snelheid doe ik niet mee, het is gewoon voor het plezier en gezond te blijven. En ik hoop dat de meeste mensen dat ook doen om gezond te blijven en voor het plezier. Winnaar in de individuele mannenklasse werd David van Eert in een tijd van 49 seconden en 82 honderdste. Morgen kunt u weer gewoon uw auto parkeren hier. Verboden voor fietsers.